Paul, op de Horeca Academie hebben we ook een kooklab waar leerlingen kunnen experimenteren met nieuwe kooktechnieken. En jij vertelde mij dat, dat ze dat ook doen met een reumer. Nou, heb ik daar nog nooit van gehoord. Wil je me dat uitleggen? Nou, dat ga ik je uitleggen. Reumer wil zeggen dat je sous vide gaat koken. Sous vide betekent in het vacuüm. Yeah. Dus ik ga hier iets instoppen en dat gaan we in een warm waterbad tot op de 10e graad nauwkeurig gaan we dat garen. Snap ik? Ja? Tot nu toe. Wat zou dat als voordeel hebben? Nou, ik kan me voorstellen dat als die temperatuur heel erg precies is, dat je het garingsproces ook heel erg goed kunt beïnvloeden. Ja. Precies op garen wordt. Ja, dat klopt. Je kunt op een hele lage temperatuur, 58 graden gaan we in dit geval doen, ja. Dat is vrij laag. Je kunt je voorstellen dat je dat in een pan of in een oven nooit kan benaderen. Je kunt nooit een oven op 58 graden instellen en je kunt nooit in een pannetje op 58 graden bakken. Nu kunnen we dat in een bad met water, kunnen we dat wel. Alleen als we een kip in een bad met water leggen, dan zijn we bouillon aan het trekken. Ja. En dat willen we niet, want we willen juist de smaak vangen. Hoe gaan we dat doen? We gaan hem in een vacuümeerzak, ja. Gaan we dus het product stoppen, in dit geval de kipfilets. Daar gaan we een marinade bij stoppen, want als we dan toch gaan vangen, dan kunnen we ook gelijk er iets bij stoppen. Dus dan kunnen we gelijk die kip een beetje smaak geven. Dus we gaan in dit geval gaan we er wat bij stoppen met de kip in het zakje. Die gaan we helemaal vacuümeren, dus alle lucht eruit zuigen, dat die helemaal ingepakt is. En dan gaan we op een hele lage temperatuur gaan garen. In dit geval heb ik hem ingesteld op 58 graden. Hij is ook bijna zoals je ziet. Ja. En dan ga ik hem wel 6 uur lang ga ik hem op 58 graden garen. Dus dan trekt hij heel langzaam gaar tot in de kern. Dan is hij nog helemaal sappig, is hij nog helemaal lekker, is nog helemaal mals. Maar dan moet je er daarna nog wel wat mee doen. Ja. Want eigenlijk heb je natuurlijk een gaar gekookt kippetje. Maar dan wel heel mals, heel erg lekker. Ja. Als je hem daarna nog heel krokant op het velletje uitpakt, nou, dan ben je wel heel blij. Okay. Zal ik het laten zien hoe laat ik het doe? Ja, ja. Mag ik ondertussen wat vragen stellen? Ja, dat mag. Hartstikke mooi. Nou, dan begin ik maar meteen met mijn zorg. Ik kijk wel eens naar een programma met die vervelende Rob, heet die geloof ik, van de Smaakpolitie. Ik hou zijn naam niet doen. En die zegt, het moet boven een bepaalde temperatuur zijn, volgens mij 75 graden. Ja. Want anders gaan die bacteriën heel hard groeien. Ja, maar we gaan, wat ik net al zei, hierna nog een bereiding op toepassen. Ja. Maar geloof mij, als jij 6 uur lang om 58 graden ligt, dan zitten er niet zoveel bacteriën in. Dus dat komt helemaal. Ja. Ja. Ik ga eerst de marinade alvast een beetje in het zakje doen. Ik heb wat kikkoman, wat sojasaus. Ik doe er wat nampla, dat is vissaus. Okay. Doe het erin. Ik doe er een heel klein beetje gemberpoppen erbij. Niet te veel. Dan maak ik zo alvast mijn marinade. Dat is die vissaus die ze in Thailand gebruiken bij bijna alles. Ja, bijna alles. Ja. Ja. Dan gaan de kipfiletjes gaan erin zo. Ik heb de zak een beetje omgevouwen zodat hij mooi schoon blijft. Een machette heet dat. Ja. Nou, zie je, zo ligt het er helemaal mooi in. En dan gaan we hem nu vacuümeren. Je hebt verder geen kruiden gebruikt of zo? Nou, nee. Dit is al zout. Hier zit al een klein beetje zout in. Ja, en gember. Het geeft ook heel veel smaak. Ik denk dat het helemaal lekker is zo. En een klein beetje gember, dus het komt ook. Ja, we hebben nu dat vacuümeerapparaat gepakt. We gaan hem hier in vacuümeren, dus hij zuigt alle lucht eruit, hij sealt hem dicht zodat er niks meer in en uit kan. Heel belangrijk, want hij gaat straks in het water. Ja. Wat belangrijk is, is dat deze afstand een beetje kort wordt, anders vacuümeert hij niet zo goed. Je ziet dat het vrij lang is, dus wat doen we dan? Dicht snijden gewoon. Okay. Dicht bij het product. Dicht bij het product. Dan gaat hij erin, over de rand. En doet de machine alles vanzelf. Ja. En kijk. Ja. Oké. Okay. Hij is nu helemaal. Fijn. De marinade zit er mooi omheen. Lucht is eruit. Ja. Er kan niks meer in, er kan niks meer uit. Hij kan zwembad nemen zoals hij deed. Zo kan hij in de ruimte. Zo gaat hij in de ruimte. Nou, laten we dat maar eens doen. Oké. Okay. De kip is gevacuümeerd.
Het warmwaterbad is 58 graden zoals je ziet. Dus in principe zijn we klaar om hem nu in de reuk te stoppen. Ja. Waar we even op moeten letten is iets heel belangrijks. Bij 50 graden verbrand je je huid. Dus hij is 58, dat lijkt niet zo heel erg warm. Mm-hmm. Maar voel maar, het is toch best wel warm. Ja. Ja. Dus je moet echt opletten dat je niet met het water in aanraking komt, want dan krijg je toch al lichte brand. Ja. Wat is belangrijk? Hij is helemaal waterdicht afgesloten. Dus die klep die gaat er vrij moeilijk van af. Dus je moet eerst zorgen dat hij lucht kan krijgen. Dit is de oplufter. Ja. Die moet je even openzetten. En dan maak je hem open altijd van je af. Dat is voor zuiverheid. Ja. Als je hem naar je toe trekt, kan er toch water op je spetteren. Dat moet je niet. Zorg dat je hem altijd van je aftrekt. En dat doe je dus heel voorzichtig. Zie je, er gebeurt helemaal niks. Ja. Zie je? Hij heeft toch wel wat condens. Mm-hmm. En dat is wel goed. Nou, dan gaan we hem erin stoppen. En dan zorgen we dat hij 6 uur lang kan gaan. Deksel er weer op. Ja. Kan je af. Als hij spettert, omdat het die kant op gaat. Bijna geen last meer hebben. Zo, alle lucht eruit, dopje dicht en dan gaan we de tijd instellen. Zo, hij is nu klaar. Ik heb hem uitgezet. We gaan hem openmaken. Weer even uitkijken op de temperatuur. Ja. Hij is helemaal wit nu. Ja, je ziet het, hè. Hij is inderdaad helemaal wit. Het is eigenlijk gekookte kip. Ja, wit. Maar dan wel heel beheerst op een lage temperatuur. Dat hij helemaal mooi sappig is en dat je weinig vocht verliest. Hij is door en door gegaan. Hij is nu door en door gegaan. Na 6 uur op 58 graden ben je helemaal door. Oké, Nou, deze kan afkoelen, daar hoef je voor de rest niks meer mee te doen. Zullen we hem op de barbecue gooien? En dan kunnen we er nog wat lekkers van maken. Goed, dan doen we. Oké, gaan we dat doen. Ik heb hem hier even laten liggen, zodat hij een beetje is afgekoeld. Ja. Dat maakt niet uit, want we gaan hem toch garen of verder bakken op de barbecue. Waar je nu op moet letten is dat je hem even uithaalt uit de verpakking. Er kan nog wat vocht uitkomen. Dus kijk. Ja. Hele mooie malse kippetjes. En die marinade die is er lekker ingetrokken. Die marinade die heeft zijn werk wel gedaan in de tijd dat hij daar in het warmwaterbad lag. Ja. Wil jij nog een paar keer gewoon een keer proberen? Ja, oké, alsjeblieft. Ja. Als ik het fout doe, dan. Ik zou hem eerst open doen. Want je moet goed de klep een duwtje geven, anders valt hij weer tegen hard. Ja, juist. Ja, ik snap het. En hoe ga je hem erop leggen? Met deze knijp. Ja, en met het vel naar beneden. Zullen we daarmee beginnen? Dat we hem mooi goed kunnen uitpakken. Oké, dus het veldje zit nu hier aan de bovenkant, dus moet je hem andersom erop leggen. Ja, hij zit er wel in. En deze ook, hè? Ja. Ja. Hij is helemaal lekker. Oké. Kan hij dicht meteen? Ja hoor, hij is dicht. Dan tik ik hem weer. Ene hand, andersom, andersom. Ja. Ja, dat is wel goed. En dan moet je zorgen dat die klep en die klep open gaat, zodat die mooi temperatuur blijft, hè? Dus hij is nu 350. Nee, dat is... hij is onder 200. Nee, ja. Kijk. Dus hij mag hem naar je toe trekken. Open. Ja, helemaal naar je toe trekken. Ja. Die kan maar open. Ja, dit klepje ook. Die klep ook open. En dan ga ik hem tot. Oké, hij zal wel gaar zijn, dus we gaan hem er nu maar uithalen. Kijk. Kijk eens even. Ziet dit er lekker uit of zit dit er niet lekker uit? En ook aan de andere kant is hij mooi gebakken zoals je ziet. Je ruikt de marinade, ruik je ook samen met de lucht van de barbecue. Mooi, gaar, niet zwart, lekker gebarbecued kippetje. Roland, we hebben vandaag de kip uit de Reuner op de barbecue gedaan. Ja. Wat heb je daarvan geleerd? Nou, het mooie was, in mijn hoofd heb ik zitten dat kip altijd lang moet, want het moet door en door gaar zijn. Dat klopt. Maar uit die Reuner kwam die al na 6 uur garen, door en door gaar.
Ja. Dus hij had eigenlijk alleen nog maar een tikkie nodig op de ene kant en op de andere kant. Van een minuut of twee, drie. Om er een lekker mooi, een mooi korstje op te krijgen. En een beetje smaak voor de barbecue natuurlijk ook. Ja, ja. Dat willen we ook. Nou, dat was heerlijk. En wat je me ook hebt verteld is dat, dat je hem eigenlijk eerst op zijn velletje moet leggen. Ja. En dan draai je hem. Ja. En ik weet eigenlijk niet waarom dat dan is. Nou, omdat je hem wil uitbakken en het gebeurt nou eenmaal makkelijker als je daarmee begint. Of het is nou eenmaal makkelijker als je daarmee begint. En het heeft voor de rest niks extra's. Hmm. Alleen ja, ik vind dat fijner. Altijd eerst even op zijn velletje beginnen. En dan mocht er dan nog ietsje aan het rek blijven zitten, dan heb je dat niet meer op je velletje, maar op de onderkant van je vlees zat. Ja. Dus het presenteert ook mooi. Dus het is misschien een afwijking van mij, maar ik vind het leuk om. Ik ga het in ieder geval van je overnemen. Doe dat. Nou, ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. En ik hoop dat je volgende keer je kippetje ook zo gaat doen. Ik snap dat je thuis geen reuner hebt, maar doe dan je kippetje onder aluminiumfolie in je bak met je marinade. Een paar uur in de oven. Ja, een paar uur is te lang in de oven, maar een half uurtje in de oven. Ja. Dat die al gaar is. Dat je nog maar heel kort op de barbecue nodig hebt. Want het garen op de barbecue gaat toch wel vrij snel. Ja. Dus dan heb je heel snel dat hij te donker is aan de buitenkant en toch niet gaar van binnen. Dus je kippenpootjes, je spareribs, whatever, gaar ze eerst voor en geef ze daarna nog een klein zetje op de barbecue. Ja. Zodat je de smaak wel hebt, maar dat hij niet verbrandt. Kunnen we dat afspreken? Dankjewel, Paul. Oké, gaan we gedaan.